voor sport en stad. Ja, daar zijn we weer vanuit Topsport Amsterdam. Met Strength and Conditioning tips en tricks. Mijn naam is Paul Lammers en samen met Jalen Knijf vormen wij de staf van Strength and Conditioning van Topsport Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over een belangrijk iets en dat noemen we time management. Time management is key. We gaan op drie punten dat bespreken. De eerste is de priorisering. Het tweede is eventueel een taakverdeling thuis. En het meest belangrijke, denk ik, in deze podcast is de time management. Goed, starten bij de eerste, de priorisering. Wellicht dat het bewegen geen plaats heeft nu, zeg maar, in je dagelijks ritme. En het kan zijn dat je er geen prioriteit aan geeft. Er zijn zoveel dingen die, zeg maar, spelen rondom het huis. De kinderen moeten online onderwijs hebben. Je moet ze daarbij helpen. De afwas staat nog klaar. Komen zo meteen op terug als we het hebben over de taakverdeling thuis. Maar je geeft er op een of andere manier geen prioriteit aan. Het staat niet, zeg maar, nummer 1 op je lijstje van to-do. Het komt er altijd erachteraan. Nou, wellicht helpt de tip om eens goed na te denken wat voor voordelen het voor je heeft. Als je het wel gaat doen, als energizer, zeg maar, aan het eind van deze presentatie. Het geeft je een booster. Het geeft je meer energie, kan ik je vertellen. Dat heeft ook te maken met de vorige podcast die we al gedraaid hebben. Waar we de endorfine, die gelukshormonen, ook besproken hadden die vrijkomen tijdens het bewegen zelf. Dus geen prioriteit is goed nadenken over van wat levert het mij op. Het tweede is wellicht de taakverdeling thuis. Dat het zo druk is met alles om je heen. Je bent al gelukkig dat je al je werksituatie thuis kan inkleden. En dan lopen de kinderen nog om je heen als je kinderen hebt die ook de aandacht willen hebben. De afwas, de hond die nog uitgelaten moet worden. Met andere woorden, druk, druk, druk. Nou, wellicht is dan, zeg maar, het volgende item, time management, een belangrijke key. Laten we eens kijken. Stephen Covey heeft een hele mooie kwadrant gecreëerd, waarbij hij, zeg maar, twee dingen ten opzichte van elkaar heeft afgezet. Het eerste zijn, zeg maar, aan de linkerkant, waar staat onbelangrijk en belangrijk. Dat zijn aspecten die daar een rol in kunnen spelen. Aan de bovenkant staat er dringend en niet dringend. Nou, elke kwadrant heeft, zeg maar, zo zijn eigen dingen. Als we kijken naar dringend en belangrijk is in dat kwadrant, dat zijn de crisis die je nu op dit moment moet gaan oplossen. Want er is geen andere optie. Dus dringende problemen, dingen die te maken hebben met deadlines die vandaag af moeten zijn. Vergaderingen die gepland zijn die op de rol staat, op de agenda. Een online meeting met je team. Dan aan de rechterkant, niet dringend, maar wel belangrijk. Dat zijn al de voorbereidingen die je doet voor zo'n vergadering of voor dingen die je gaat ondernemen. Planning, een stukje empowerment, opbouw van relaties. Nou, ook daar, in het niet dringend belangrijk gedeelte, is waarschijnlijk in mijn optiek het meeste zinvol om daar, zeg maar, tijd voor vrij te maken in je agenda. Kijk, de belangrijke dringende dingen, die moeten gedaan worden. En juist de belangrijke niet dringende dingen, waaronder ook bewegen, de energizers die af en toe er doorheen moeten komen, is van belang in die kwadrant. Dan, zeg maar, de onderste lijn, de kwadrant 3 en 4. Onbelangrijk en dringend. Dat zijn gewoon de telefoontjes die je ineens storen en die je opneemt. Bepaalde e-mails die langskomen. Sommige verslagen. Gewoon veel quasi-dringende zaken. En in het onbelangrijke, niet dringende kwadrant zie je allerlei dingen als tijdverspillend. Televisie kijken, wat eigenlijk niet zo nodig is op dat moment. Facebooken, de WhatsApp doorspitten en noem maar op. Nou, eigenlijk waar het op neerkomt bij, zeg maar, time management, en het gaat met name om het bewegen, is er maar in het belangrijke, niet dringende kwadrant te plaatsen en daarvoor in je agenda een plaatsje te creëren om dat te doen. Nou, we gaan een opdracht doen. Jullie gaan aan het werk thuis en dat ziet er als volgt uit. Je pakt een blaadje, een pen, je maakt een kwadrant. Je doet de belangrijk dringend kwadrant maken, de niet dringend belangrijk kwadrant maken, de onbelangrijk dringend en de onbelangrijk niet dringend kwadrant. En je gaat voor jezelf even na van, oké, als ik kijk nu naar mijn dagsituatie, wat zijn nou de dingen die ik kan invullen in de vier kwadranten? En daar dan later eens kritisch naar kijken van alles wat, zeg maar, in kwadrant 3 en 4, dus onbelangrijk dringend en onbelangrijk niet dringend, wat zou je daarvan kan wegstrepen om, zeg maar,
het bewegen, de energizers, centraal te laten staan in je dagelijkse ritme. Goed, en dat kun je dan straks doen. Want het is weer tijd voor een energizer. Oftewel, wat heb je hiervoor nodig? Wellicht een matje of een handdoek om even je onderarmen op te kunnen plaatsen. En voor de rest een beetje ruimte rondom je bureaustoel. En wellicht kun je gezinsleden ook gaan meedoen. Dat maakt er nog eens een leuk spektakel van. Een stukje gymnastiek in the house. Ready to go. Goed, we beginnen zo meteen met een armzwaai voor en achter. Om lekker even de borst weer te openen, de rug te strekken. Dan zijn we er klaar voor. Voor twee. Voor één. En maak je even lang. Strek hem helemaal achteruit en kom weer lekker naar voren. Blijf mooi rechtop. Je ziet in de stand dat je niet je voeten naast elkaar zet, maar één voet voor. Dat je goed de rug en de heupkant zeg maar stabiliseren. En eventjes die uiterste grens opzoeken achter in het schoudergebied. En nog één keer. En even los. Even lekker ontspannen. De schouders los schudden. En dan gaan we voor de tweede set. Zijn we er klaar voor? Voor drie, twee, één. En maak je weer groot. Maak je weer trots. Trotse houding op. Borstbeen naar voren. En weer terug. Juist, dat is hem. Dat is goed werk. Supporters van Team Topsport Amsterdam. Ga door. Achter en op. Laatste twee keer. Strek hem uit naar voren. En achter naar voren. En rust. En schud weer even lekker los. We gaan in een lichte spreidstand staan. Zometeen gaan we rustig draaien in en kijk je hand na in de lucht. Dan zijn we er klaar voor. 3, 2, 1 en als een soort windmolen van rechts naar links. Mooie rechte rug, geen bolle rug, maar maak je ook daar in een mooie trotse houding van rechts naar links. Juist. En probeer je voeten zoveel mogelijk te benaderen. Wellicht kun je de grond aantikken. En anders blijf je lekker op scheenbeenhoogte roteren. Je kijkt je hand na. En je kijkt hem naar en de laatste en even rust. Voor nog zo meteen één set. Dus een lekker grote bewegingsuitslagen maken als een soort kurkentrekker. Nog drie, twee, één en maak je weer lang. Kijk hem na en kijk hem na. Dit doen jullie goed. Heel goed. Houd het vast. Hou vol, we zijn er bijna. Nog laatste vier, oftewel acht als je doortellen. Juist, en blijf die rotatie maken. Je bent er bijna. Bring it home. Nog één en de laatste en kom weer rustig omhoog en schud even los. Oké, een lichte spreidstand. We gaan air squats maken. Een soort squat met je handen naar voren. Ready? Trotse houding. En rustig inzakken. Handen naar voren uitstrekken. Mooi recht omhoog komen. Probeer de hakken op de grond te houden. Niet te veel lenen op de voorkant van je bal van je voet, waardoor de hakken loskomen. Nee, probeer jouw diepte te zoeken in zeg maar die squat. Laatste twee. En de armen naar voren is een soort counterbalance om balans te houden. En nog één keer naar beneden. Zoek jouw diepte op, laag. En kom weer omhoog en even rust. Doe nog één keertje. Ziet goed hoor. Mooi diep. Houd dit vast. Ready. Voor drie, twee, één. En zak weer in. Juist. In en weer mooi hoog omhoog. Ook hierbij geldt een mooi trotse houden. Ga niet in een bolle houding naar beneden. Maar probeer zo mogelijk hoog uit te strekken. Juist, dat is hem. Beter. Prima. Laatste drie. Nog maar twee keer. Zoek jouw diepte weer op. Hakken blijven op de grond. Je kijkt rustig, rustig naar voren. Daar vanuit kom je omhoog en los. Oké, nu heb je even een stukje metabolische prikkel nodig. Zo'n cardio. En voor 20 seconden. Spreidsprongen. Ready. Rustig naar buiten en door. En je gaat gewoon door. Die spreidsprongen interval. Je hoeft niet te wachten beneden zoals het plaatje ook aangeeft in het bewegende gedeelte. Jij gaat gewoon door in die spreidsprongen. Hele voet op de grond. Nog 8 seconden te gaan. Nog 7. Hou vol. Juist. Nog 2. Nog 1 seconde. En even losschudden. Doe nog een keertje. Lekker een lichte spreidstand. Armen zo hoog mogelijk de lucht in. En dan gaat hij voor 3, 2, 1 en hit hem. Op en terug en op en terug en door. Juist, dat is hem. Hoog op en weer terug. Nog maar 12 seconden. Juist. Topsport Amsterdam ondersteunt je ook in de energizers in je thuiswerksituatie. Keep it going. Laatste 2 seconden. Nog 1 en rust. Oké. Nu moet je even je handdoek of je handdoek of je plank of je matje even opzoeken. En we gaan vanuit zeg maar een kniepositie. Strek je even je knie los. En zet je de rug op spanning. Oké, zet vast voor 20 seconden. Even aanspannen. Rustig de knieën weer op de grond plaatsen. Even weer alles controleren. Focus rondom die middel.
dat je een goede rugspanning hebt en een buikspanning samen bij elkaar gevoegd. Dat je niet gaat hangen in de rug, dat je de heupen doorheen laat zakken. Nee, blijf mooi als een plankpositie. En de laatste, even rust. Mooi. Laatste, we zijn er bijna team. De laatste van de energizers. De plank reps. Knie op, even die spanning zoeken. Is die kniepositie al, geef je al voldoende spanning, blijf je gewoon die 20 seconden in die kniepositie staan. En anders komt hij een beetje los, kijk hoe ver je kan komen, zonder dat je de rug loslaat. Netjes, nog 5 seconden team. We zijn er bijna. Juist, nog 1 seconde en rust. Oké, en we stoppen ermee. Goed, wij zeggen weer tot de volgende keer vanuit Strength and Conditioning Topsport Amsterdam, Paul Lammers en Challen Knijf. Wij zijn TA.